En door Brabant! Hier is hij. Hallo! Hallo allemaal! Hallo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Yo. Wij zijn gearriveerd. Waar dan? Waar dan? Waar? Waar? In Brabant! En wij hebben vandaag een meet and greet. En we gaan gewoon even loeren eerst. En papa. En we gaan rennen, anders worden we aangereden. We gaan dingetjes kopen. Een nieuwe stal. Geld gooien. Nee, wij nemen jullie vandaag mee op Indoor Brabant en de meet and greet van Go Social Talents. En er is ook een lancering vandaag. Ja, met Ankie van Gunsen. En we gaan jullie meenemen. Sushi. Oh, ik wil dit zien. Zie je Maxime nog? Nog meer. Je hebt wel de mooiste. Wat lief. Otto. Die wil ik wel voor mijn verjaardag. Dat mag je wel. Doe dat. Grijs en. Kijk.
Ontbijt. Het is 12 uur. Ik heb nog niet gegeten. Ik heel gek. Ik wil de bel goed doen. We gaan eerst de patatjes eten. Je hebt er niet meer besteld, hè? Kijk hoe groot. Wil jij een paar van mij? Mag wel. Wat doe je nou? Nee! Dat ik een paar had gepakt. Sanne! Goh, fuck me, ik bedoel, dit is Duitse mayo. Je proeft het. Deze mayo heb je altijd op evenementen. De kermis, de markt, love it. Nee! Ja. Nee! Yay! Mm. Ik heb één bekend gezicht gezien, gespot vandaag. Nu kunnen we weer naar huis. Ja. Hoe gaat het met je Simon? Hoe gaat het met je paard? Goed. En je andere paard? Ook goed. En je hond? Ook goed. Oké. Allemaal goed. Oké, ik ben Carlijn kwijt en Henk. Ik denk dat zij naar deze vrachtwagen aan het kijken zijn. Het is wel een leuke. Dit wordt de nieuwe vrachtwagen van Paard Zoekt Baas. Is wel mooi. Hij is hoger en breder. Dus het zou kunnen. En oranje. Heel sportief. Jawel, dat is... Oh ja, ik ga expres naar Enschede, omdat daar niemand mij kent. Heel goed, ja, maar Enschede is echt, iedereen kent het wel. I don't like it. Wat is dat? Paaseitjes? Ik kan jou pakken. Gratis. Heel geen paas. Ja, dat is wel fijn. Jan en dan allemaal stukjes opgegaan. Ja, hallo. Papa heeft een stokpaardje gespot. Waar? Hier is. Hallo! Ben jij fan ook van iemand? Nee, ik vind het zo helemaal niet leuk. Oh, doe ik nee. Ga maar weg. Ga maar weg. Ik wil jou hier niet hebben. Nee. Hou je wat van paarden? Paarden? Nee, geef maar een lekkere koe, hè? Ik zal even mijn geluidje uitdoen. Emma! Hallo. Hallo. Nu bij de... Bij de vrachtwagen, want we moeten zwaaien. Wie zit hier? Wij zitten nu bij de meet and greet dingen. Ja? En zometeen... Ja. Hier komt een rijden. Ze hebben dit geregeld, kijk. Ja, goed hè. Drinken. Zie je dat? Geen pennen. Maar wel broodjes en water. Oké, nee, maar wat ik dus wou vertellen is... Zometeen is daar de lancering van Go Social Talent met Anke van Gunsen en het prijsmoment. En wij zitten hier met allemaal coole mensen. Nee, helemaal niet hoor. We zijn stinkers. Leuk mondje op. Ik zie. We hebben straks een meet. We hebben zo'n meet and greet en... Maar ik heb echt geen pen. Nee, we hebben geen pen. Wij zitten hier achter als echt famous mensen. Met alle YouTubers en onze bodyguards. We zitten hier achter. Hallo. Wat is Sanne? Hij loopt al. Maar ik moet even een boemerang maken. Ik heb een ringel in mijn hoofd. Sorry. Vandaag niet te dichtbij. Oh ja, sorry. De eerste fans staan er al, hè? Is dat erbij? Ja. Oh. Hou je die tas nu in de gaten? Thank you.
van Rebecca. Voor de hypische YouTubers, want dat bestond nog niet in de paardenwereld, staat wel al een hele tijd voor YouTubers als Enzo Knol en Adam Mouchin. Dat is natuurlijk ook super belangrijk voor de paardenland. En mijn grote voorbeeld, mijn grote idool, dat is Ankie Vergunsen, die bij ons op podium stond. En ik kon vroeger niet wachten dat ik daar in de Brabant nog een Ankie weer te zien had. Wij zijn klaar met de meet and greet. Yes. En dat was heel erg leuk. Ja, dat was heel leuk. Maar wel heel erg leuk. En nu moet ik heel naar de plassen. Dus wij gaan op zoek naar de wc. En als jullie nog foto's hebben, post even op Insta, tag ons. Wij vinden het leuk. Ja, wij vinden het leuk. Dus wij gaan even naar de wc. Ja. Heb jij daar? Ros. Ontbreekbaar. Wat? Ontbreekbaar. Ont? Onbreekbaar. Ik steek jou hier weer neer. Kijk, op zoek naar halstertjes voor Mickey en Macho. Dus we hopen dat we deze maat kunnen vinden. Dus je moet ze wel uitzetten. Onbreekbaar. Zie je dat? Pak het. Nee, oh. Dit moet hoor. Voor ze. Is het denk ik te groot of te klein? Die hè? Henk? Die hè? Maar ja, hoe kunnen al die kleine weggetjes komen? Niet? Nee. Die paardjes komen maar naar alt. Kijk hem shinen. Ik denk dat ze hier ook veel moeilijker op gaan. Ja. Doe ze alles snel, dan kun je ze erin gaan kijken wat er trekken. Ga ervoor. Maar wel is mooi weer, man. Ja, kijk weet, dan. Ja, maar weet je wat het is weer? Ja, nee, tuurlijk kan dat niet voor ons, maar... Nee, maar mijn probleem is... Ze hebben hier gewoon... Als we zo'n wilde dieren hebben, die gaan zo raak. Ja, maar dit is ook niks voor dat werk wat wij doen. Dan moet je gewoon zo'n klein ding hebben. 1, 2, dit is echt 4, voor... 5, 6, als jij een sportstal hebt. Zullen we even binnen kijken? Kan jij ook nog mee? Hoeveel paardjes past hierin? 7. 7? Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan nog kant 7. We gaan daarin kijken binnen. We gaan er binnen in kijken. Ja. 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 Ponies kunnen hierin, maar wel meer. Oh, je boven. Oh my god. Je kunt ja, boven slapen. Boven. Oh, we gaan zo. Nou, wat? Oh, kijk dan hoe chill. Dus cabine. Deze wc is nog luxe dan, hallo, dan mijn huis. Ik denk dat het echt heel veel geld kost. Het is wel klein dus. Oh, dat weet ik wel. Dat past niet. Nee, wel. Dit moet je uitklappen, zo zie je dit. Oh ja. Slapen. Boven. Is het druk daar? Ja.
dit is de wc en douche. Daar moet je slapen. Doe maar. Oh, toch niet. Hierboven kun je denk ik wel maken. Trekken voor. Dit. Oh jongen, dat leren slaan mijn keel. Ja. Hier. Ja. Hier. Ja. 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 Met zo'n blaadje, met zo'n naampjes. We hebben leren halstertjes voor Mickey en Macho. Ze worden met hun naam. Naam wordt ingegraveerd. We kunnen ze over 3 kwartier ophalen. En we hebben net iets gezien. Kijk deze bandages. Ik ga het nu laten zien. Of we doen rood, dan kunnen we een kerstoutfit maken. Kijk hoe klein. Jongens, kijk Sanne, Sanne! Meneer maar Rocky Rose, hier, gratis, gratis! Ik heb het ook nog heel veel. Jij? Carlijn rent voor haar halsters. Wat heb je daar? Je macho halster. Laat zien hoe het is gegraveerd. Wacht even. Wacht even, moet ik. Oh ja. Oh, lief. Wij zijn onderweg naar de uitgang. Het is ook vaak zo'n idee dat we volgens gaan het uit. Kan toch niet met mijn tuigpaard? Ja, maar die moet je beter opvinden. Tuurlijk kan dat. Kom, loop maar door. Nou kom, gaan wij? Gaan we weer naar Enschede toe. Feest. Wij zijn terug op stal. Ja. En we zijn heel erg blauw. Het licht is een beetje gek. Oh, ik ruik. Het ruikt de paarden. We gaan even de halsertjes passen. Ja. Ja. Eindelijk een normaal leuk halster. Oh, wat lief. Kijk het. Hij valt lekker op. Ik was ook nog eentje los. Wat ben jij mooi? Wat ben jij mooi? Nou. Pas op voor mijn hand, hè. Terroristen. Ja, ze hebben mijn vinger kwijt. Zie die muiskorf. Oh, hij wil weer. Pas op dat hij straks niet eens beet. Hij is niet meer geïnteresseerd in. Nee. Huh? Oh nee. Toch wel de wortel? Zo nieuwsgierig. Like it? Ik heb niks. Ga weg. Ik heb niks. Nou, wij gaan weer naar huis. We vonden het echt een heel leuk dagje in de Brabant. Ik vond het ook echt heel erg leuk om iedereen te ontmoeten. En ja, nieuwe mensen te ontmoeten. Oh ja. Nieuwe mensen te ontmoeten. En tijdens een meet and greet jullie te ontmoeten. Ja. En in ieder geval, kijken uit naar het volgende evenement. Ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken.
Vergeet niet een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doeg!